Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Bijstoks, Roermond, Maasbracht en Heerlen. Ja, beste kijkers, het Roermonds kwartiertje. En dat is in deze tijd, vastelavond, van weer een veertal gasten hier aan tafel zitten. En dat is Stefanie, dat is de donderqueen van het Donderberg. Neven hem zit Mark Allers, dat is Vors van de jubilerende Kaketoes aan de Kapel. Kapel Kem Toe zit het dan. Mark, dat is prins bij het Donderberg. Bij de donderbul moet ik zeggen. Hè. En dan hebben we van natuurlijk dit mooie meisje, Essie. Dat is de mienkoningin van de Coubertusvereniging. Nou, en dan gaan we met starten. Neven mij zit natuurlijk mijn medepresentatrice. En die geeft het natuurlijk, ze noemen dan, overnemen. We beginnen met Stefanie. Dat is een van de mooie dames die was veelgaan dit jaar in de Vastelavond. We hebben Romein vier koninginnen en één heks die het samen doen bij de Vastelavond. Stefanie, vertel eens, Gert. Een verdien gebeuren binnen de Donderbel. Ja, nou ja, ik werd natuurlijk in voor begin coronatijd gevraagd of ik donderqueen wilde worden. En daar heb ik niet heel erg lang over om te denken, want ik heb de dag nog meteen terug gebeld. En gezegd, ja, dat gaan we mee doen. Even moeten wachten natuurlijk, zoals de meeste voorgangers. Maar dit jaar was het eindelijk zoiets. En werd ik dan eindelijk een keer uitgeroepen. Fantastische avond, maar tot nu toe echt ook een fantastische ervaring. Het is zo chic om mee te maken en gewoon alles eigenlijk. Niet, natuurlijk ook met de andere voorgangers, maar vooral ook de kleine kinder, wat zo de oog in meedoen en opgaan. Dat is echt fantastisch. Dat is echt heel erg chic. Maar er is een sterke band tussen al die voorgangers. Ik proef, zeker aan de ene kant van Romein, heel erg is dat, hè, dat heel veel lui zich constant de menu weer treffen en zien. En als ze zich zien, of dat ze zich al jaren kennen. Ja. Ja, maar ja, het is natuurlijk ook best wel intens, omdat ze elkaar veel zus en eerder weekend weer. Dus ja, op een gegeven moment weer de mensen wat ze begon als kennis ook hun vriend. Want dan maakt ze eigenlijk alles met, samen, in het weekend. Het waren veel de vastelavond vreemden voor dich, veel. En ja. Dat zijn nu plotseling in één keer die dierbare in ja. Deze tijd. Ja. Kan snel gaan, hè? Ja, inderdaad. Ja. Heb je dit toegesfront? Ik ben opgegroeid in Azenrooi. Ja. Daar heb ik lang gewoond, maar ik woon ondertussen ook alweer bijna 12 jaar in het centrum van Romein. Nu samen met mijn vriend, met Wouter. Ik heb nog twee halfzussen. Die wonen in Brabant, dus die wonen gaat verder weg. Dus die kijken vanavond afstand met. Mijn ouders zijn er helaas niet meer, maar die kijken van boven ook met. En mijn oom en tante, die wonen ook nog in Romein. Die zijn oorspronkelijk, hebben die heel erg lang ook op de Donderberg gewoond. En die zijn af en toe, die zijn wel op leeftijd, maar die zijn er af en toe wel bij, zoals bij het uitroepen en ook bij de receptie. Dus dat is wel heel erg chic dat ze dat wel allemaal met kunnen maken. Ik heb er gesproken. Ja. Het was de oude medewerker van de Oranjerie. Ja, klopt. Ja, die was intens. Café, ja. Ja. Nou, dat is eigenlijk fantastisch, want ik hoor ook aan die dialect dat ze een beetje een accent hebben. Dat ze niet echt dat kale kakkermeuntje spreekt, maar ook niet het platte Romeuntje. Nee, dat klopt. Daar zit een beetje een proper accentje in. Ja, ik ben Nederlands opgevoed. Als ik in Azenrooi kom, nu ondertussen veel tijd al met, maar ik heb eigenlijk altijd Nederlands gekald. En op een gegeven moment was dat overschakelen was ook een beetje lastig. Ja. Omdat dat klinkt dan gek, zei ze dan. Dus daarom heb ik inderdaad misschien een beetje een gek accent, ja. Ja. En wat is die hoogtepunt er nog toe? Toch wel de receptie. Je eigen receptie? Ja, zeker weten. Ja, ja, dat was echt wel heel erg speciaal. Ja. Ja. Ja, dat was ook echt helemaal het middelpunt, hè? Ja. 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 Fantastisch. Ja. Ja, was genieten. Dan gaan we toe eens even kijken. Wie is het aan de andere kant? Ja, aan de andere kant hebben we nog een hele schone koningin van Romein. Ashley, voor de mensen die zich niet kennen, ben Bussen. Nou, ik ben Ashley Seldor. Ik ben 23 jaar en ik woon in Romein. Ja. En wat Bussen bieden? Colbertus, ben je daar lang bij? Wat? Nou, ik heb er 10 jaar bij gezeten. Toen ben ik gestopt omdat ik bij een andere vereniging secondante werd. Toen heb ik daar 2 of 3 jaar bij gezeten. En toen het tijdje niks in verband met corona. En toen werd ik door Colbertus gevraagd om queen te worden of koningin. Ja, en ik, net als Stefanie, ik hoefde niet lang over na te denken. Ja. Als secondante mocht ze er even aan proeven. Ja. En ja. Toen dacht ze, dit wil ik ook, ja. Ja, secondant is natuurlijk wel, vind je, zelf gaat anders. Ja. Dus dat is niet in de picture, om het zo maar te zeggen.
Maar toen maakte ze wel alles van heel dichtbij met. Ja. Ja. En dan heb ze natuurlijk ook er een flink aan kunnen proeven en wisten, zo wil ik het dan gaan doen. Ja. Dat was een voordeel, neem ik aan. Ja, ja, dat is wel zeker een voordeel. Ja, ik was zien wie anderen deden. En het, ja, ik vond het zo chic. Ja. Ik denk, dat wil ik ook ooit. Wie was die in Utropen? Ja, wel heel chic. Ja, ik had aangegeven om op een aparte manier uit te komen, net achter het gordijnhoed. En daar hebben ze echt wat chics van gemaakt. Ja. Ja, wie waren het dan? Ja, we kwamen zeg maar met kepen op en een masker. En de Sabana Band, die kwamen met trommels en zo gingen we eigenlijk door de zaal richting een podium. En eenmaal op het podium bleven ze nog even doortrommelen. We werden de vragen gesteld. En na die vragen kwam het liedje van Bink, was te lachen, want ik heb zich zoveel gemist. Ja. En ja, dan draait ze zich om en dan, ja, wat een hele chique ervaring. Ja, eigenlijk. Prachtig, ja. Ik was erbij, de glunder dus, toen was schitterend middenpunt. Ja. Was schoon om mee te maken, ja. 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 Wat heb ze nog meer meegemaakt tot nu toe? Wat ik zelf het leukste, eigenlijk wat er bovenuit sprong, was het Habon. En Prins Nu de Groot vond ik ook echt een geweldige avond. En waarom springen die eruit? Ja, gewoon alle verenigingen bijeen, vooral bij Prins Nu de Groot dan. Alles bijeen, gewoon één groot feest, iedereen samen op het podium, dan kunnen ze elkaar tegen, knuffel hier, knuffel daar. Ja. Dat was echt schitterend. Ja. Ja, die merkt inderdaad wat Dree net al zag, de verbroedering tussen de voorgangers, maar ook de vereniging onderling. Dat is echt geweldig, hoor, in Remuin. Dat is uniek. Ja, dat is echt heel groot. Ik stond ervan te kijken dat het zo snel eigenlijk kost gewoon, want ik dacht, oh, ja, de bus met hun eigen vereniging, daar klikt het al. Ja, en als ik dan zie, kom bij Stephanie bijvoorbeeld, is een knuffel, Mark, oh haar knuffel, drie kusjes, met de Veldmuseum die toe, Kidzule, is echt hofgangers. En wat schoon is tegenwoordig, gewoon ook de dames zingen. Doe hebben ze ook een hele schone slager. Ja, dat klopt. Ja, ik ben er ook heel blij met. Ja? Ja. Wie was dat? Want toen moest toch een liedje gewoon opnemen, toen moest... heel eerlijk gezegd, ik vond het echt verschrikkelijk. Ik vond het echt verschrikkelijk om te doen. Maar je was het wel geer. Ja, ik wou het heel geer. Ja. Daarom wou ik die dag, wist ik het als bij me ga. Want ik denk, ja, dat la is niks voor mij, want mijn stem, dat is al niks. Dus elke keer als ik hoor, nou, als jullie mocht gaan zingen, denk ik, oh nee, die mensen, germ, die oren. Maar ja, het is heel leuk. Het werd heel goed ontvangen en het werd heel goed metgezongen. Ja, dat ook. Dat is de Remuin in de top 100. Dat bedoel ik. Ja. We hebben dus eigenlijk Remuin vier koninginnen, hè, om het zo maar even te noemen. De Wienkoningin, de Mienkoningin, de Donderqueen en ons IJskoningin, die het ook heel erg bijzonder uit, moet er ook zeker nemen. En hebben we eigenlijk nog een vijfde. En ja, door we even Mark nog even teruggehaald. Die is ook net die voor het sport gehaald. Maar Mark, vertel eens over dat fenomeen wat je bij u hebt. Want heel veel mensen snappen dat eigenlijk niet goed. Ik heb Elsheks. Ja. Nou, we doen eigenlijk al heel erg lang op dinsdagavond. Sloeten we de vastelovend af met het hekselbandje. Dat deden we eerder op een Galgenberg. Hoeven heel vroeg. Ja, de historie is wel bekend, denk ik. Ook echt heksen verbrand, zeer naar mensen terechtgesteld. En weet ik, een van de oudste executieplaatsen van Nederland, geloof ik zelfs. Afgelopen jaar is er een heel theatershow in het Kruidswegpark bij ons geweest. En, de figuur heksen bij ons, ja, degene wat eigenlijk de vastelavond afsluit. En een aantal jaar geleden hebben we bedacht, waarom hebben we eigenlijk geen echte heks? Ja, we hebben er natuurlijk genoeg. Dat heb jij natuurlijk heel erg geroepen, maar dat was er toch maar één vinden die ook werkelijk... Niet op roet kunt. Niet op roet kunt. Ja. En sinds de jaren 4-6 hebben we inderdaad die heks wat middels, let voor op de 11e in ieder geval, de dag dat weer op en rond dit tijd werd aangeklaagd, noemen we dat. En dan gaan we het hele seizoen bekijken of het daadwerkelijk ook een heks is. En dan gaan we die op dinsdagavond al dan niet veroordelen, zeker opstoken. En, maar dat is geboren uit de traditie die vooral, misschien al 30 of 40 jaar, vanuit Comité Galgenberg hebben lopen en over hebben genomen als kijkertoes. Ja. Ja. Ja, is het ook. Ja. Er is wel links en rechts natuurlijk, je hebt commentaar op af en toe. Heel lang geleden zien die mensen ook echt verbrand. Maar ja, we maken natuurlijk wel een ander speel van over dat. Natuurlijk wel best respectvol, vind ik. Benaderen, want... Het is er een munt geaccepteerd, dus alle 40 koninginnen en ook de heks, die waren dus ook tijdens machtsoverdrag op vastelovend zaterdag samen met de jeugdprins en de grote prinsen, werden die ontvangen.
Dus ook die kreeg een pleitje, al sinds jaar of drie is dat zo, hè, Mark. Dus dat eigenlijk, ja, en dan kom ik van de ene Mark bij de andere Mark. Ja. Prins van de Donderbel, ja, toen deed het ook uitzonderlijk goed. En toen werd ze goed betrooid, zeggen ze dat. Hè. Dus je hebt zelfs mensen in hun eigen familie, die, en een souffleur, een eigen souffleur. En een vrouw die ook dik achter die tijd nog een bonusdochter. Ja, vertel eens. Ja, inderdaad. Ik heb, toen ze kwamen om te vragen als prins zou werken, heb ik wel gezegd. Ik doe met de ganse familie in Nederland. Daar heb ik toen ik Mulder woon in Zwaam, heb ik dat ook altijd gedaan. De kinderen en de vrouw staan net zo eigenlijk wel in de belangstelling, maar iets minder als mij. Maar ze staan wel in de belangstelling. Ja. Ja. Omdat het toch, ja, vastlopend is een familiefeest, vind ik, en is steeds dan Nederland weer. Je vier zit met die familie. Ja. En dat, ja, nou, ja. Dat is ook heel erg goed zichtbaar. En net in sturend nog zelfs bevorderlijk voor het oog. En ja, de Mulder, je hebt zelfs Eine Mulder als adjudant erbij, hoor. Ook ja. Mulder, hè? Ja, Eine Mulder, waar ik toen net gevraagd is, nu ook weer adjudant. Ja. Ja, Eine van de Hopslokkers heb ik gevraagd. Ja. Moet ik zelf dan eigenlijk bijzitten. En de ene kameraad, waar ik al bijna 30 jaar kameraad mee ben, dus ja. Dat heb ik gevraagd ja. Als adjudant. Ja. En het gaat allemaal lekker? Het gaat allemaal soepel, ja. Wat is er voor die hoogtepunt? Wat is die hoogtepunt? Ja, mijn hoogtepunt wordt toch ook mijn eigen receptie. Ja. Dus een paar keer flink met tranen in de ogen gestangen door de cadeaus wat ik gekregen heb. Dus, ja. Ja. Maar wie ontsteekt dan eigenlijk zo'n emotie? Door het cadeau was de crisis, door de woord wat ja. Gesproken werd. Dus, ja. Dan kan vastgelovend ook boete, het lachen en plezier maken. Ook ja, dat kan ook een tranen, ja. Kan ja. Ook een tranen staan, ja. 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 En toen heb je natuurlijk een fantastische sparringpartner hebben. Ja. En ook de jeugdprinsen, dat ja. Bijzonder goed eigenlijk, dus voorzien de jonge leeftijd. Ja, en hoe kijk ze nog naar uit? Want het geldt even voor iedereen, wat is nou, wat denkt ze vrekt? Ja, de optocht sowieso. En ja, ik denk de stadswandeling dat ook wel een bijzondere ervaring is. Je komt toch op plekken waar ze normaal, denk ik, niet komt. Of gewoon nu de wijken tegen moet, dat verbinden elke dag. Wat ik ga doen, is het niet in de boomboom zeggen, dan hebben we voor het Slagerfestival. Of we hebben, ja, de toeboven is al geweest, maar we hebben de stadswandeling, we hebben nog de Blauwe Morning, we hebben nog het Prinsen treffen, dus er komen nog zoveel mooie evenementen. Ja. En dat, en dan zei ze van, nou, laat maar komen. Ja, ik heb die dag vrij, dus laat maar komen, ja. Dus, ja, dan hoor je ook dat iedereen zeker de laatste week voor de Vasselof en de Vasselofweek zelf ja. Het verlofdag oppakken. Geldt dat ook voor dich? Ja, zeker. Ja? Ja. Dus en ook vruchtjes, gewoon weer een lijn te komen. Ja, zeker weten. Nou goed, dus toen heb je die speerpunten al uitgespeeld? Ja, toch wel een klein beetje, ja. Maar ja, alles is wel leuk. Hè. Dus, en dan moet je zelf het feest maken met die andere vereniging. Hè. Of met die eigen vereniging. Dus elk feest kan even bijzonder en even leuk zijn. Ja, dat is heel erg leuk. Dat gaat natuurlijk ook, en er stond er nog het op het programma. We geloven dat van het in zal verwegen zijn. Kijk even naar de. Ja. Kijk, nu is zo wat eerder gekomen. Hè, en die soorten normaal op Vasselhoven zondag. We hebben heel nog wat recepties te doen. Dus. En zeer vroeg eigenlijk allemaal tijdens die recepties. En ja, dan moet je nog even. Misschien voor jezelf zeggen. Nou, even onnodig vergeet. Dat kon ik met me geer zeggen. Want toen zal zeker even over Bas willen spreken. Hè, maar jij de grote avond. Wanneer zijn die? Die zijn 3 en 4 februari. Aankomend weekend. Oké, okay, dan ja. Ga je er toch flink tegenaan dus? Jazeker, en we gaan zelf ook mee doen. Ja. Dus het wordt een hartstikke leuke avond. Oké, okay. Ja, dat is gebroekelijk bij Bas dat ze ook alles inzetten wat ze op de Donderberg ook maar één keer in zitten. Hè. Maar, een surprise act van de Prins en de Donderkweek. Ja, ja? Ja. Oké. Okay. Laat ik verrassen. Een act verrassen. Samen dus. Maar ik ben daar zo nog pas zo zeker zes. Ja, als receptie, het Vasselhovensplein, wie wil het nemen? Met Gerardies, de gezamenlijke receptie van de grote en de kleine vuurgangers. Dat is ook nog steeds uniek in Romein, ja. Ja, ja. Kindermiddag hebben we nog en met boer op Roelof, eigenlijk gewoon gaas. En zo. En Mark? We hebben ook volgens mij een boerenbrouw. En ja, die Vasselhovensdag is al, ook gezellig bij de Donderbil. Dus, ja. En Ashley? Ja, mijn eigen receptie moet nog komen, dat is 10 februari. Ja.
Dus dat kijk ik heel erg goed. En ja, ook inderdaad de vastelavondsdag zelf. En die eigen receptie is weer in de sporthal? Bij de Jogerrishal in de café. Ja. Bij de Jogerrishal worden er andere recepties ook zijn geweest. Nou, dan wensen Veerug in ieder geval veel plezier. Een hele schone vastelavond en een heel schoon seizoen verder nog. En dan mijn collega, dat iets te maken heeft met de bas, wens ik een schone basavond. Want dankjewel. Dan hebben de lui zich geamuseerd en daar kunnen we wel op vertrouwen. Dat zou zeggen, maak er een schone periode van. En ik rijd er heel veel herinneringen over. En ik kan de grootste zeggen, hoe de ervaring. Over 40 jaar spreekt ze er nog uit. Pas de lof het zeggen. Ja, kijkers, dat waren weer een paar prachtige gasten, prachtige veurgangers hier in het Romeinse kwartiertje. Waar veer ook allemaal met Romein veel plezier aan beleven. En waar de lune goed kijken als ze zijn. En ze brengen met dit programma ook de vastelovend dichter bij de mensen die het niet kunnen beleven. En die denken, oh, dat is de prins van Oost van de Donderbel. Of dat is de Mienkoningin. Of dat is de Donderqueen. Of dat is de Vos. Want ik kijk natuurlijk ook een beetje oorlog gegeven over de heks van Branje. En waarom dat de heks in Ennekepel de veurganger is. Nog iets toe te voegen? Dree, dankjewel. En dank voor uw komst. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.